De soepmaker. Elke dag kan je nou voortaan verse soep maken. Zonder meer in je keuken te hoeven staan. Soepmaker heeft een blender unit en heeft een kookunit. Je doet er koud water in, groenten doe je erin. Je drukt op een knopje, hij begint te hakken, hij begint te snijden. En 16 minuten later verse soep op tafel. En dan hoor ik iedereen denken, dat kan toch ook in een pan? Maar doe je dat ook elke dag? Kook je dat in een pan? Neem je die tijd ervoor? Het mooie van die soepmaker is dat hij al die tijd eigenlijk van je overneemt en hij doet het kookwerk voor jou. Nou, als je de soepmaker aanzet, zie je eigenlijk een aantal programma's. Programma 1 voor alle gebonden soepen. Programma 2 voor alle heldere soepen. Programma 3 is rijst, quinoa of jam maken. En programma 4 is een koud programma. Dan gebruik je hem eigenlijk als blender. Kan je ijs crushen. Je zou smoothies kunnen maken. En je kan zelfs ijs draaien. Nou, het vullen van een soepmaker. Je maakt hem open. Je stopt daar een mengeling groenten in. Ik had dit nog in mijn koelkast liggen. Want daar is het ook super fijn voor. Groentes. Dus je stopt hem vol met groentes. Je doet daar bouillon of water bij. Als je er water bij doet, zou ik daar gewoon een bouillontablet bij doen. En dan zit in die soepmaker zit een streepje. Tot zo vol mag je hem doen. Niet voller doen, want de soepmaker heeft een beveiliging. Hier zit eigenlijk een sensor. Als die nat wordt, tijdens het blenderen, dan slaat de soepmaker af. Ziet hij in zijn beveiliging. Nou, de deksel die gaat erop. Hij piept. En je selecteert het gebonden soepprogramma. En je drukt op start. Over 16 minuten staat de soep klaar, want die soepmaker begint nu te hakken, te snijden, te koken, te blenderen. En over 16 minuten hebben we verse soep. Het belletje, hij is klaar. Nou, de stekker die kan je eraf trekken. Is het ook meteen veilig, want je kan hem heel makkelijk gebruiken om te schenken. Je haalt de bovenunit, die haal je er vanaf. En je giet de soep in de soepkoppen. Dat kan gewoon vanuit de soepmaker. Let op, die soep die is kokend heet. Omdat die continu hakt en snijdt en hij verwarmt tegelijkertijd, wordt die soep echt enorm heet. Nou, en je ziet dat je eigenlijk met één soepmaker gewoon voor een normaal gezin voor 5 personen soep uit kan halen. Lekker wat peterselie erover. Na gebruik kan de soepmaker met de hand afgewassen worden. Dus niet in de vaatwasser. Nou, dat was de soepmaker. Tot de volgende keer.